Colin Hoeve. Goedemorgen, Colin. Hey, goedemorgen. Hallo. Hoe is het met je, man? Ja, gaat wel lekker eigenlijk. Ja? Ja, zeker. Ik sta hier op jullie fonkelnieuwe speelplaats. Ja, mooi, hè? Het is allemaal discolampen. Het voelt een beetje, ja, het voelt wel vierdaagse, hoor. And I still can't believe it. Maybe this is all a dream. Is this all that you long for? Wanna be famous? That's who you are. Famous, gonna make you a star. It's contagious, 'cause you made it so far down the road. So let's see where it takes you. En nu zing ik en ik speel. Ieder feestje krijgt een deel van mijn muzikaal talent. Ja, ik speel in elke tent. En bent u 50 jaar getrouwd? Heeft u een nieuw huis gebouwd? Zoekt u levende muziek? Hier ben ik! Ha, fijn publiek! Ja, zo zing ik elke dag. Ik breng een traan, ik breng een lach. Ik ben zo dankbaar dat ik zo mijn geld verdienen mag. Door met muziek de mensen blij te maken. Ze te laten dansen of ze diep weten te raken. En in de auto terug naar huis barst ik van geluk. Ja, ik heb mijn weg gevonden. Nee, dit gaat nooit meer stuk. En ik was nooit zo ver gekomen zonder dat kampvuur en die man. Dus dan zeg ik in gedachten bedankt, Stefan. Hoe lang lopen jullie hem dan nu al? Ik loop al vanaf 1976, maar wel met tussenpozen. Dit is de eerste keer. Toen was ik 16 en 17. Toen ik 18 werd was de vierdaagse feest toch iets interessanter. Dat heeft daar bijna 10 jaar geduurd. En toen ben ik met de vriendengroep destijds, halverwege zoiets, wij gaan weer lopen. Dat hebben we toen eenmaal gedaan, 50 gelopen. Toen kwam er weer 10 jaar tussen, kwam ik iemand tegen in Beuningen. Ondertussen twee kinderen. Ja. En dat was Philip, die werkte bij het Holland Casino. Dan konden wij daar aan meelopen. Dan gaan we heel snel doorspringen. Daar hebben we een fantastisch jaar gehad. En ik kwam Mattie leren kennen in die periode. En warm gemaakt voor die vierdaagse. En dat gevoel is bij hem niet meer weggegaan. Ja, dus, nee. We hadden eigenlijk de introductie een speciale emmer. En die staat hier al anderhalf jaar te verstoffen. Maar nu komt hij eindelijk van pas. Yeah. De Fred Komel emmer. En daar zitten een aantal briefjes in met vragen en of dilemma's erop. Waardoor we eigenlijk jou iets beter kunnen leren kennen op het gebied van de Vierdaagse. Wat is tot nu toe de mooiste editie van de Vierdaagse? Toevallig heb ik over die vraag nagedacht. En ik weet niet of ik de goede eruit haal, maar een van de allermooiste Vierdaagse was toen ik de derde keer meeliep. Mijn vader, dat was ook wel een emotionele Vierdaagse. Mijn vader was overleden net. En ik kan, dus de enige keer dat ik leeg en huilend over de finish ben gekomen. En ik denk echt, hij was net 2 maanden overleden. En dat vond ik echt zo bijzonder. Hmm. Dat ik dat gehad. En daar heb je het gewoon voor hem gedaan op een of andere manier. Dus ja. En daarna de mooiste, jee. Ja, toen jij 50 werd. Ja, eigenlijk toen, ja. Ja. Ik ben altijd die week jarig. Oh, kijk. Ja. Kijk. Meestal op een van die dagen. Dus, de eerste dag was je de 50. Ja. En toen sta je met z'n allen te wachten om 4 uur 's morgens om te beginnen. En er zijn natuurlijk allemaal verhogingen, dus we hebben op een gegeven moment op een verhoging gestaan. En hebben iedereen gezegd van Fred was vandaag 50. Staat die hele groep gewoon mee te zingen. Ja, dat is die verbinding die je dan hebt met al die mensen die daar dan zijn op dat moment. Ja, en het leuke is dat je die jonge garde die komt de kroeg uitrollen. En die zitten daar. Ja, dat is ook heel fantastisch. Ochtends al die mensen die uitgaan en die jou dan begeleiden van je bent er bijna, weet je wel, 's ochtends om 4 uur. En die zong ook allemaal mee, dus dat was, ja. Dat was heel gaaf. Lekker, ja. Ja, morgen is de grote dag bij ons op de radio, want dan gaan wij de enige echte Ernst Even Vierdaagse Top 50 uitzenden. Och. En dat is speciaal samengesteld dit jaar met allemaal muziek die enigszins gelinkt is aan de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de mensen die hebben meegestemd voor die lijst. Ja. Op basis van die lijst heb ik nu een music quiz opgesteld. En die bestaat uit 3 blokjes van 5 opdrachten. En het wordt per blokje iets moeilijker, zeg maar. O jee. Zijn het allemaal liedjes uit die top 50. En eigenlijk is het bij elk fragmentje de vraag van welk liedje is dit. Ik heb 5 nummers mee, 5 fragmentjes, die achterstevoren zijn gespeeld. Ik moet even kijken hoor, welke ik moet hebben.
Laten we deze maar pakken. Miguel. Ja? Links, rechts, snolle bolletjes. Zou het zo zijn. Die is van voor hetzelfde als van achter eigenlijk. Ja. Van rechts naar links? Ja, gaat erin. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik zal die opdracht nog even iets verder zetten. Ik vind een beetje de Oostblok-versie, zeg maar. Snorlijks! Goed, de ene laatste dan. Welke hoor je hier achter te voeren? Tielke. Ik weet, moet ik het zeggen? Ja, je was wel iets eerder. Ja, ik was eerder. Walking on Sunshine, en ik weet de artiest niet. Dat is jammer. Nou, dan... Nee. Ah, Casey en Sunshine Band, hoor. Had jij het geweten? The Waves, ja. Oh, the Waves, tuurlijk, ja. Ja, ja. Dan krijg je alsnog 2 punten jou. Een Tennessee gaat er altijd in. Een pikke Tennessee maakt je blijf pas zien. Ik heb geen trek in zo'n Franse Pernod. En het witte spul, dat krijg je van me cadeau. En ook die Deense aquavit, die drink ik van mijn leven niet. In plaats van vodka of English gin. Een pikket Hennessy, een pikket Hennessy. Een pikket Hennessy, dat gaat er altijd in. La 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 la. Een hand op je schouder, een zoen op je mond. Zo'n simpel alledaags gebaar. In nabijheid fijn en het contact met de ander schaalt plotseling het gevaar. Dat is tegen natuurlijk, nee dat is niet normaal. Geen mens hoort niet alleen te zijn. Ga je andere mijnen, draagt het isolement. Alleen zijn, dat doet pas echt pijn. Zo, kom maar. Ja. Mag ik even lekker in je aura komen? Ik loop er nu al maanden van te dromen. Daar heb ik enorm naar uitgekeken. Ik ben aan die eenzaamheid bezweken. Mag ik even lekker in je aura staan? Ik loop er nu al weken lekker tegenaan. Ben zo klaar met die anderhalve meter, want in je aura voel ik me veel beter. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Links, rechts, mijn lieve voetjes die al jaren trouw met mij meegaan. Jullie hebben deze week niet stilgestaan. Wat heb ik mezelf aangedaan? Nijmegen, 4 dagen lang uit en in te gaan. Ik zou best willen, maar mag niet naar huis. Ik kan niet terug zonder 4-daagse kruis. Lieve voetjes, blijf vannacht buiten de deur. Want ik kan niet tegen blaren en die geur. 4 dagen lang lopen wij maar door. 4 dagen lang gaan wij ervoor. 4 dagen lang weet ik waar ik hoor. 4 dagen in Nijmegen. Heel soms proef ik het zout nog in mijn mond. Zie ik jouw haar nog op de grond. Voel ik me nog intern verwond. Zo nu en dan nog hoog omhoog en stank voor dank. Voel ik de afstand op de bank. Zie ik mijn mouw nog aan jouw wang. Doet het pijn, mijn lief, dat het hier prima gaat? Of
of is geheel mijn denken doen al uit jouw hersenen vervaagd? En doet het pijn, mijn lief, dat het hier lekker gaat? Bied het troost als je denkt dat mijn geluk is opgeraakt.